Het is vandaag ook een heerlijke dag. Zeker omdat jij jarig bent natuurlijk ook. Het mooie weer komt eraan. En we hebben nog eens een keer als een soort van bonus Wolter Kroes vandaag bij ons. Hey, goedemiddag jongens. Hey, goedemiddag. Zitten we al in de uitzending? We zitten er nu helemaal in. Lang zal die leven, ja. Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Piepen de piep. Hoera! Ja, hij wilde wijn en bier, maar dat is er niet. Nee, dat is iets anders geworden. Het is wat anders. Maar dat was straks. Doe wel eens citeer, vriend. Fijn dat je op mijn verjaardag wil komen, Wolter. Dankjewel, man. Echt, ja, dankjewel. Vind ik echt leuk. Ik had het speciaal aangevraagd. Echt? Ja, serieus. Nou, wat leuk. Dus ik, ja, ik kreeg helemaal een belletje van het management. Wil je op de verjaardag zingen? Ja. Toen hoorde jij van hoeveel man? Ja, 800. Twee. Nou, dat is ook goed. Ja, dat is ook goed. Hoe is het eigenlijk met je? Ja, nou, eigenlijk gaat het natuurlijk heel erg goed op het moment. Weet je, de nieuwe plaat Viva, die zit in een commercial. We worden overal gehoord met de nieuwe versie. Dus dat vind ik al heel leuk. Het is een beetje een soort wedstrijdje tussen jou en Rob Kempers van de Snollebollekes, hè? Ja, maar die vind ik wel geniaal, hoor. Met die cape. En wat een volk, hè. Hoe heeft hij het voor elkaar gekregen? Om zoveel mensen in een videoclip te krijgen. Ja, ik denk dat een goede montage. Hey, wacht even tot maandag als mijn clip komt. Dan snap je er ook niks van. Gaat dat maandag gebeuren? Ja, er zijn ook heel veel mensen bij elkaar. Maar je wil het, dus, om een voorbeeld te noemen. Ik heb het op vier locaties opgenomen. Waarvan de laatste in een heel klein kroegje. Maar ja, die zat bomvol. Ja. Voor die kroeg een tent met een teststraat. Dus iedereen wordt van tevoren getest voordat hij naar binnen mag. En vervolgens, nou ja, gaan we die clip opnemen. Het is een bedoeling allemaal. Het is inderdaad de bedoeling. Je zei al van, ik had eigenlijk voor volgende maand ook nog optreden staan. Maar ik heb geen idee hoe dat gaat eigenlijk. Nou ja, er stonden er iets van 15 in juni. En er staan er nu nog 3 in juni. Ja. Waarvan 1 in Spanje. En waarvan we ook niet weten of hij doorgaat. Ja. Het is zo'n rare tijd nu. En hoeveel mensen gaan er komen? Ja. Want volgens mij is het nu 30 man. Nou, de boekingen die er staan, die zijn geloof ik voor 500 man. Dus dat gaat al niet. Nee. En dan praten we over een klein optreden. Heb je ook zoiets van, ik heb geen idee of het mezelf nog wel lukt. Want je hebt natuurlijk ook een hele tijd gewoon niet met interactie. Hè? Oefen je wel? Het is wel een soort onzekerheid waar je nou eventjes in zit. Of het nog wel lukt? Ik weet wel zeker dat het gaat lukken, maar het is wel spannend. Ook hoe het publiek gaat reageren. Hoe het publiek, wat komt er, wat gaat er allemaal? Het is helemaal weer een beetje een nieuw gevoel. Ja. Alsof je weer opnieuw begint. Ik denk dat je na 5 minuten... dat je gewoon weer de oude bent. Ja. Ik denk dat je gewoon na 5 minuten denkt van, dit hebben we nou, zijn we nou weg geweest? Of hoe zit dat? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat heel snel gaat. Het publiek staat er natuurlijk wel weer om te springen. Ja, ze willen. Iedereen denkt dat het publiek ook wel zoiets raars heeft van, ja, mag ik nou springen? Mag ik mee zingen? Nou, ze mogen van mij boven op de tafel gaan staan als dat maar ligt. Okay, maar de regels zeggen iets anders. En dat maakt het misschien wel raar. Dat jij roept van, kom op jongens, we doen even mee. En die mensen je wordt wel graag aangegeven. Ik begin bijvoorbeeld 14 juni, ik geloof Den Bosch of Tilburg, een van die twee. En dat is ook bij een soort grote tuin met een restaurant erbij. Ja, dan moet iedereen blijven zitten. Ja. Ik vind eigenlijk niks, maar... Heb je het ooit wel eens gedaan, theater? Gewoon met zeker mensen? Ja, ik heb denk ik. Want je hebt natuurlijk hele mooie, rustige luisterliedjes. Een paar theatertours gedaan, ja, waanzinnig. Dat is een hele andere dimensie natuurlijk. Maar dat kunnen we nu ook natuurlijk gaan doen. Ja. Bij die tafeltjes allemaal. En alleen, hoe ga ik het weer oppakken? Dat is een ding. Want ik heb natuurlijk heel veel repertoire. En je hebt natuurlijk een jaar lang eigenlijk heel veel dingen ook niet meer gezongen. Hmm. Is er één ding waar je je zorgen over maakt? Waar ik me wel zorgen om maak. Als ik bijvoorbeeld 3 weken op zomervakantie ga. En ik ga daarna het podium weer op. Dan ben ik na 4 liedjes schor. Oh. Ik ben nu een jaar en 4 maanden eruit geweest. Dus het wordt wel een aanslag, denk ik. Het is trainen. Je moet wel je stembanden gaan inzingen. Dat hoor je van iedereen. Hè? Ook van de mensen die gewoon avond en avond in de musical staan. Die zeggen ook van, ja, het is topsport. Ja. En topsporter, als je een topsporter een jaar op de bank zet. Dan kan ook niet in één keer. En als je aan mij vraagt, wat heb je gedaan dat jaar met je stembanden? Ja. Geen reet. Vooral nat gehouden. Ja, ik heb wel wat online optredens en dingen gedaan. Maar ik ga niet thuis zingen of op kantoor. Wat heb je wel gedaan de afgelopen jaar? We hebben wel heel veel nieuwe liedjes opgenomen. Nieuw repertoire. Nieuw album? Nee, want albums worden niet meer gemaakt, lieve vriend. Nou, ik had er graag een voor je verjaardag willen geven. Maar je noemt dat toch zo, een nieuw album? Ja, nou, er komen wel genoeg liedjes aan voor een album. Laat ik het daarop houden. Dat hebben we wel. Maar ja, je brengt om zoveel tijd komt er iets uit. Ja, weet je, als nu FIFA voorbij is bijvoorbeeld. Stel je voor dat Nederland over
8 weken eruit ligt, dan zitten we in de kwartfinales of in de halve finale, als dat doorgaat. Oh, dat is denk ik nog wel haalbaar. Dat is haalbaar, zeker. Ja, ik hoop de finale natuurlijk, maar dan ligt er wel meteen een opvolger klaar voor de zomer. En ook voor het najaar. Precies. Dat doen we wel. Komt er ook zo'n ouderwets, maar een ouderwetse ballad. Een lekker rustig luisterliedje. Tuurlijk. Hou me vast. Nou, dat is wel leuk. Ik ben nu met een heel nieuw team aan het werk. We zijn met allemaal nieuwe mensen bezig. Dus ja, er komt zeker een ballad aan. En wat ook leuk is, ik heb met mijn oude producer Giovanni Caminita contact. Oh, de bassist van Marco Santo. Die belde me vorige met week zijn op. Fantastische vrouw Linda. Absoluut. Linda Caminita. Zeker. Ja, vroeger heette ze Linda Snoei. Zat ze ook in zo'n meiden? Die had nog Lucky Lips are always kissing. In het Nederlands. Ja, ik heb de Lucky Lips een keer uit. Rode lippen zijn ondertussen. Heb je er gezoend? Ik ga de bel hoor straks. Goed. Ik ga de bel hoor. Dit wordt allemaal intiem. Dat is wel leuk. Van hem komen natuurlijk wel de liedjes als Laat Me Los, Het Seizoen van Ons, Prooi en dat soort dingen. Dat heeft hij wel allemaal geproduceerd. Ja. Dat is best wel leuk. Ja. En dat nieuwe team wat om je heen zit? Allemaal jonge jongens ook. Ja. Dat is wel leuk. Is dat anders dan? Ja, die maken heel anders muziek. Nou, neem bijvoorbeeld Viva nu. Die is compleet anders dan het origineel. Ja. Daar krijgen we ook gelijk vragen over binnen van de mensen. Hoe leuk vind je die samenwerking met de mensen van Stuk TV? Dat ja, fantastisch. Hebben ze jou benaderd of heb jij hun benaderd? Een paar jaar geleden heb ik het liedje Vannacht gedaan met hun. Ja. Wat een gouden plaat opgeleverd had. Dat is best een succesvolle plaat geworden. Zeker. Alleen met een compleet nieuw publiek. De jeugd, echt de kids. Ja. De jonge kids. En ja, weet je, ik heb natuurlijk het jachtseizoen met ze, die heb ik van ze gewonnen. Ja, ik heb de kluis van ze gewonnen. Ja. Binnenkort zit ik weer in het programma, ben ik een levende pannenkoek. Word ik gewoon helemaal onder de... Nou, je wilt niet weten. Dat ook te gek weer. Is de grap spekpannenkoek al gemaakt? Nee, nog niet. Had gekund, na coronatijd. Maar snap je hen ook? Ik snap je even aan moeten passen? Ja, nee, ik snap ze en zij snappen mij ook. Dat vind ik het mooiste van alles. Zij vinden dat ook leuk. Ja. Dus daarom hebben we nu deze versie gemaakt. Ja. Maar zometeen komt Kroes weer alleen, hoor. Gaan we gewoon weer lekker door met nieuw repertoire. En een Project Money bijvoorbeeld, die nu geproduceerd heeft, is een compleet ander verhaal als Edwin. Er zijn hele andere denkwijzers hoe die jongens... Het is wel eens leuk... om dat ook te doen. Van maar daar leer je zelf doet eten. Ja, daar leer je zelf ook heel veel van. Absoluut. Weet je wat ik het allermooiste vind? Het enthousiasme wat je hebt van die gasten. Er staan allemaal jonge jongens van 4, 25. Ja. Er staat er een basgitaar te spelen uit Suriname. En er staat er eentje uit... Nou, het zijn allemaal verschillende culturen die bij mij op kantoor hebben gestaan een paar weken geleden. Ik heb echt zoveel lol gehad met die gasten. Mm-hmm. En ze vinden het ook leuk om muziek te maken. Nou ja, maar het is ook niet niks natuurlijk als je met Wolter Kroes gaat. Nee, ik ben hun papa, hè? Ze noemen me papa. Dat vind ik nog het ergste. Maar wel leuk. Ik ben nog steeds jonger dan ik ben. Ik had een mailtje gekregen van Veronica Bos Wolter. Hoe en met wie kijk je de wedstrijden van het Nederlands elftal? Ja, dat is nog even de vraag. Want wat gaat er gebeuren? Ja. Gaan er pleinen open? Mag het publiek komen bij de wedstrijden? Maar heb je zelf bijvoorbeeld kaartjes of zo voor de wedstrijden? Dat je er wel bij wil zijn? Nou, ik weet dat ik de wedstrijden ga kijken. Alleen ik kan er nog niet te veel over vertellen. Maar we gaan iets met media doen. Okay. Met televisie. Bij de wedstrijden. Het wordt wel helemaal te gek, hoor. Ja. We gaan in ieder geval iets met het publiek doen. Als er ook maar iets gebeurt, we zijn er zo aan toe ook. Hè? Leuk. Goed, we gaan even wat andere muziek draaien. Dan gaan wij hier de studio voorbereiden voor een oorverdovende optreden van Wolter Kroes. Wolter Kroes in de studio. Ja. Bij de jarige Job, jongens. Ibedemiep. Had wel gebak verwacht, zuren. Ik heb gebak voor je. Echt? Heb je gebak? Natuurlijk. Oh nee, hebben wij nog niet gezien, hè? Nee, maar ja, hallo. Ik weet niet of je het afvallen, jongens. Ik ben verdomme de leeg. De vorige keer dat je er was je ook al aan het afvallen. Toen was ik afgevallen. Toen was je al wat kilootjes kwijt. Nou zit er 9 aan in een jaar en 4 maanden. Ja, ik heb het niet geteld, maar er zit een muigelt wat... Niet te geloven, hè? Wat kilo. Ja, niet hoe snel dat gaat, hè? Ja. Onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Ja, daar hadden we het net over. Topsport is het. Dus nou ja, op het podium ben je natuurlijk wel ontzettend actief bezig. Ja. Je vliegt van links naar rechts, je bent met het publiek bezig. Je bent altijd onder spanning sta je. Ja. En je praat met mensen, je bent altijd door dat publiek heen. Dat is toch een soort van sport, ja. Ja. Hey, Wolter, je had het er straks al een beetje over. Dat je alweer aan het nadenken bent van wat gaat er na deze hit gebeuren. Yvonne van den Berg die vraagt zich af of je alweer een nieuwe oranje hit klaar hebt liggen op de plank. Nou, lieve schat, lieve Yvonne, die heb ik wel vaker gehad. Alleen ik word elke keer verslagen door mijn eigen plaat.
Oké. FIFA komt altijd weer terug, FIFA namelijk. Komt altijd weer terug. Maar er gaat niks boven FIFA natuurlijk. Nee, ja, er was eentje. We houden van Oranje, van André. Dat was ook zo'n joekel. Ja, dat klopt. En die was per toeval aan hem gegeven, zag ik van de week. Hij was voor Willeke. Ja. Maar door het gedoe met Søren en zo, die zei van... Ja, dat ga jij niet zingen als bij Denemarken spelen. Dat klopt. Ja, dat maar ja, FIFA die heeft de tijdsgeest overleefd inmiddels een beetje. Het is niet te filmen. Nee. Waar je ook luistert, als je op tv naar tv-programma's kijkt, waar voetbal in komt. Je hoort altijd FIFA voorbij komen. Van de week op 1, Hart van Nederland. Ik weet niet wat ik allemaal... En ik denk, nou, daar komt hij gewoon weer. Ja. En het is van de oude versie. Ja, dat is precies. Dat is dan nog de oude. Met de oude tekst. Maar dat maakt ook niet uit. Ken je de nieuwe tekst uit je hoofd? Probeer, hè. Ik heb 4 teksten gemaakt inmiddels. Ik zit nog steeds te harken met... We houden van het leven, de liefde en de lust. Want dat is het origineel. Ja. En die zitten zo ingebakken. Moet je nog eventjes oefenen? Of zullen we hem gewoon doen? Zullen we hem gewoon doen? Ja. Dan trekken we de hele boel hier open. Ja. Met van alles en nog wat en zo. Ik bedoel, we zijn er nu. Haal alles erbij. Ga maar op het podium, zou ik zeggen, inderdaad. Ja. En dan gaan wij... laten we er gewoon mee gaan beginnen natuurlijk ook. Ik zeg gewoon knallen. Niemand minder dan Wolter Kloes. Het hele land oranje, we gaan naar het WK. De spelers staan er klaar voor, ze komen er weer aan. Het hele huis van links naar rechts als er wordt gescoord. We juichen, ja, want Nederland is door. Ja, wij gaan ervoor. En we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan er tegenaan. Het legioen, dat laat ons heel niet in zijn happy staan. Come on! Samen op de pleinen, samen voor de buis. De spanning is om te snijden, maar we gaan er nog lang niet uit. Ik ben met Stuk TV, dus alle drankjes staan weer koud. Dit is waar Nederland van houdt. Ja, wij gaan voor goud. En we zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan het tegenaan. En legioen, dat laat de leeuw niet in zijn happy staan. Come on. Hey vrienden, op weg naar de finale. Oranje gaat het doen. Ja, wij gaan het halen, we worden kampioen. En we zijn er weer bij, en dat is prima. Viva Hollandia. We houden van het voetbal, we gaan het tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn happy staan. Come on! En dat is prima. Het voetbal, we gaan het tegenaan. Het legioen, dat laat de leeuw niet in zijn happy staan. Lang zal die leven, lang zal die leven. Come on! Oh, jongens, ik wou het ook. Oh. Ja, hè, dat kan ik me wel voorstellen. In de finale staan we. Ach man, wat zijn we blij. Klein 100.000 mensen bij elkaar. Hoe mooi zou dat zijn? Ja. Oh man, he? Man, we voelen dat gewoon. En we zien ook de beelden voor de mensen die meekijken van het publiek dat in het stadion zit. Als zo'n doelpunt valt. Ja, dat heb je als voetballer ook nodig. Dat absoluut. Heb je als artiest heb je dat nodig. Absoluut. Dat heb je als voetballer gewoon. Vul elkaar aan. Wat denk je zelf? Wat gaan we doen? Nou, die eerste rondes, die 3 wedstrijden komen er nog wel doorheen. Macedonië, Oekraïne. Dat moet, hè? Ja, jawel, dat moet. Ja, dus. Dat moet. Weet je, zijn we eigenlijk een beetje verplicht bijna. Wel. Ja, precies. Maar ja, we hebben voor een miljard aan voetballers. Een hele andere wedstrijden dan de voorrondes natuurlijk. Hè. Ja. Nu gaat het er... Maar voor de halve finale en de finale, daar zie ik het niet zo bij gebeuren, eerlijk gezegd. Nee, je weet het niet. Zeg nooit nooit. Nee, maar je kan in zo'n toernooi kan je wel groeien. Het gebeurde in 88 ook. Laten we altijd nog maar weer verwijzen naar 88. Daar begonnen we ook slecht aan, weet je wel, met die verloren wedstrijd tegen Rusland. Ja, maar daar zag ik een paar doelpunten weer vallen van de week in de herhalingen. Dat ik dacht van ja, zo hebben we ze niet meer volgens mij. Ah, het mooiste doelpunt toch tegen Spanje, hè, van Persie. De dolfijnen snoekduik. Prachtig. Ja, en dan die ontlading die erbij. Die wordt gebruikt in mijn commercial nu. Hè. Dat poppetje, die zie je echt zo'n zweefduik maken nu. Ja. Oh. Ja, er zijn er zat die het geprobeerd hebben te imiteren.
Ja, dat is niet goed afgelopen. Nee, dat is ook niet goed afgelopen. Nou, hartstikke leuk. Ik heb er zin in, jongens. Wij hebben er ook heel veel zin in. Ook. Top. Wij gaan afscheid van jou nemen, denk ik maar. Hè? Ja. Dankjewel, vriendjes. Fijne verjaardag. Dankjewel, Wotter. En dat het een mooie zomer mag worden. Mooie sportzomer met z'n allen. Ja, jij ook. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Wanneer komt de videoclip ook weer uit? Maandag gaan we knallen. Dan zit hij in alle reclameblokken. Met de mannen van Stuk. Oh, leuk. Vol gas. Heel veel succes. Leuk dat je er was. Dankjewel, jongens. Toppen.